Hoe lang al? Nou, moet ik eens even denken. Jij bent hier in deze buurt komen wonen. Ja, wanneer was het ook alweer? Oh, toen leefde Vera nog. Sonjaatjes moeder. Moet jij geen thee? Nee, liever een wodkaatje. Nou, jij kwam toch al 2 winters geregeld bij ons langs toen Vera nog leefde. Hè? Dat is nu 11 jaar geleden. Nee, misschien ook nog wel langer. Ja. Ja. Toen was jij nog jong en knap, maar nu... Jij bent oud geworden, zeg. Ja, je bent ook niet meer zo knap. Jij drinkt tegenwoordig. Ja, ja, Marina. Ja. In die 10 jaar ben ik een ander mens geworden. En hoe komt dat? Nee. Ik heb er hard gewerkt. Van vroeg tot laat ben ik in touw zonder een moment rust. 'S Nachts in bed ben ik bang dat ze me er weer uit komen halen voor een patiënt. Al die tijd dat wij elkaar kennen, ik heb geen dag vrij gehad. Hoe blijf je dan jong? En het leven op zich is al saai, stom en smerig. Het maakt je kapot, dit leven. Om je heen enkel zonderlingen. Zit er geen normaal mens bij. En als je daar 1 of 2, 3 tussen zit, word je zelf ook een zonderling. Het heb je niet eens in de gaten. Er is geen ontkomen aan. Ja. Ja, Marina, ik ben ook een zonderling geworden. Maar goddank ben ik nog niet stom. Mijn hersens werken nog. Maar mijn gevoel is afgestompt. Ik wil niks. Ik heb niks nodig. Ik hou van niemand. Misschien alleen nog van Jaap. Wil jij lekker wat eten? Nee. 3 weken voor Pasen moest ik naar Malitskooi. Vanwege die epidemie. Cholera. In de krotten lagen de mensen op elkaar gepakt. Overal vuil, stank, rook. Kalveren, gewoon tussen de zieken op de grond. Zelfs biggen. De godganse dag was ik bezig. Ik heb geen minuut gezeten, ik heb geen hap gegeten. Was ik eindelijk thuis, lieten ze me nog niet met rust. Kwamen ze van de spoorweg met een baanwachter aandragen. Dus ik leg hem op tafel om hem te opereren. En zo, onder mijn handen, crepeert hij tijdens de narcose. En opeens, toen het nergens op sloeg, stak mijn gevoel de kop op. Begon mijn geweten te knagen alsof ik die man met opzet had gedood. Marina, ik ben gaan zitten. Ik deed mijn ogen dicht. En ik dacht, zullen de mensen die 100 en 200 jaar na ons komen en voor wie wij hier nu de weg banen, zullen die 1 goed woord voor ons over hebben? Nee, Marina, vast niet. Nou, de mensen misschien niet, maar God wel. Ja. Ja. Uitgeslapen? Ja, zeker. Sinds de professor en zijn vrouw hier zijn komen wonen, is het leven helemaal uit zijn voegen. Ik slaap op onmogelijke tijden, eet bij het middageten allerlei merkwaardige hapjes, drink wijn. Allemaal heel ongezond. Vroeger hadden we nooit een minuut vrij. Sonja en ik, we werkten als paarden. Nu werkt alleen Sonja nog. Ik slaap, eet en drink alleen, maar dat is niet goed. Oh, toestanden. Die professor die staat om 12 uur op, maar half vanaf 's ochtends vroeg staat hier de koffie voor hem klaar. Ja, voordat zij hier kwamen, hè? Wij aten ons middageten altijd zo rond in Ureveen. Net als iedereen. Hè? En nu, uren later... Die professor zit de hele nacht te lezen en te schrijven. En dan om 2 uur, dan gaat de bel. En ik denk, oh god, oh god, oh god, wat is er aan de hand, hè? De wilde thee. Dus dat hele huis is een rapperroer. Ik moet het water opzetten en die theeboel klaarmaken. Ja, toestanden. Blijven nog lang? Nog 100 jaar, de professor heeft besloten zich hier voorgoed te vestigen. Nu ook, hè, die thee, die staat hier nu al 2 uur, maar dan gaan zij wandelen. Ze komen eraan, ja, ze komen eraan. Weet je dan toch niet op, Maria? Prachtig landschap. Heel bijzonder, professor excellentie. Morgen gaan we naar de jonge bosaanplant. Dames en heren, de thee staat klaar. Beste vrienden, breng mijn thee in de studeerkamer, alsjeblieft. Ik heb vandaag nog wel het een en ander te doen. Je vindt die jonge bomen vast heel mooi. De mussen vallen van het dak, maar onze grote geleerde heeft zich dik ingepakt.
Hij is blijkbaar zuinig op zichzelf. Of ik nou door de velden rijd, Marina, of in de tuin wandel, in de schaduw, of hier naar de tafel kijk, overal voel ik me volmaakt gelukkig. Het is heerlijk weer. De vogels zingen, wij leven met elkaar in harmonie. Wat willen we nog meer? Vertel eens wat, Wanja. Hoe moet ik vertellen? Is er niks nieuws? Nee, alles is hetzelfde. Ik ben nog dezelfde, misschien wat slechter. Ik ben lui, voer niks meer uit en zeur de hele tijd als een oude zak. En die zwarte kraai van mijn mama, die krast nog steeds de hele dag door over de vrouwenbeweging. Met één nog loert ze in de graf en met het andere speurt ze in de interessante artikeltjes naar de dageraad van een nieuw leven. En de professor zit zoals altijd van 's morgens tot diep in de nacht in zijn studeerkamer en schrijft... Met ingespannen geest, het voorhoofd diep gefronst, zo schrijven wij aan onze oden, maar nimmer werd aan hen of ons een prijzend woord geboden. Arm papier. Ik kon beter zijn memoires schrijven, buitengewoon onderwerp, emeritus hoogleraar, begrijp je? Uitgedroogde stokvis, geleerde droogkloot, jicht, reuma, migraine. Een opgezwollen lever van nijd en jaloezie en het woont hier op het landgoed van zijn eerste vrouw. Tegen zijn zin omdat hij het leven in de stad niet kan betalen. Altijd klaagt hij over zijn ongeluk. Hoewel hij in feite alleen maar heel erg veel geluk heeft gehad, Marina. Ga maar eens na, hoeveel? Ga jij maar eens na. Zoon van een koster, kan naar het seminarie. Krijgt een of andere universitaire graad. Een leerstoel, wordt dus professor. Excellentie, schoonzoon van een senator, enzovoort, enzovoort. En dat is allemaal nog tot daar en toe. Maar kijk even verder. Die man geeft al 25 jaar college over kunst. Schrijft over kunst. Zonder enig idee van kunst. Al 25 jaar herkoudt hij ideeën van anderen over remedialisme, naturalisme, weet ik veel wat van isme. 25 jaar doseert hij zaken, schrijft hij over zaken die iedere mens met een beetje intelligentie al lang weet en die de domme niet interesseren. Dat wil dus zeggen dat hij 25 jaar water naar de zee draagt. En een arrogantie en een pretentie. En nu is hij met pensioen, maar er is niemand die hem kent. Dat wil dus zeggen dat er 25 jaar een beter iemand op zijn plek had kunnen zitten. Moet je kijken hoe die rondloopt. Dat is een half god. Ja, ik ben jaloers, ja. En dat is een succes bij de vrouwen. Dom Juan is er niks bij. Zijn eerste vrouw, mijn zusje Vera. Mooi en zacht en onbedorven als de blauwe hemel en een prachtig lief karakter. En ze had meer aanbidders dan hij studenten. Ze hield van hem zoals alleen maar een engel van iemand kan houden. Mijn moeder, zijn schoonmoeder dus, aanbidt hem tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag heeft ze een heilig ontzag voor hem. En zijn tweede vrouw, een schoonheid, een intelligent, je hebt hem zelf gezien. Is met hem getrouwd toen hij al afstands was. Ze heeft hem haar jeugd, schoonheid, vrijheid, charme gegeven. Waarom? Waarvoor? Is ze de professor trouw? Jammer genoeg wel, ja. Waarom jammer genoeg? Omdat het gewoon nergens op slaat. Het is theorie zonder logica. Een oude echtgenoot die je niet kunt uitstaan bedriegen, dat heet immoreel. Maar jou is het beste om je arme jeugd en elke vitaliteit in jezelf te onderdrukken. Nee, dat is niet immoreel. Wanja, ik vind het vreselijk als je zo praat. Nee, serieus. Als je je man bedriegt of je vrouw, dan ben je als mens niet te vertrouwen. Dan ben je ook in staat om je land te verraden. Hé, stil! Puist! Mag ik even, Wanja? Mijn vrouw is er de dag na onze bruiloft vandoor gegaan met de man van wie zij hield vanwege mijn onaantrekkelijke uiterlijk. Maar ik heb altijd mijn plicht gedaan. Tot op de dag van vandaag hou ik van haar. Ik ben haar trouw. Ik help haar zoveel als ik kan. Ik heb alles wat ik bezat geofferd aan de opvoeding van de kinderen die ze heeft gekregen met die man van wie zij hield. Mijn geluk ben ik kwijt, maar mijn trots heb ik nog. En zij... Haar jeugd is voorbij, haar schoonheid is verwelkt. Het is nou eenmaal de natuurwet. En de man van wie zij hield, is dood. Wat heeft zij nou nog over? Eigenlijk ben ik hier voor uw man. He? U schreef me dat hij ernstig ziek was. Reuma en nog meer, maar hij blijkt kerngezond te zijn. Gisteravond was hij zo gedeprimeerd. En hij klaagde over pijn in zijn benen. En vandaag gaat het wel weer. En daarvoor ben ik dus hals over kop 30 kilometer hier naartoe gekomen. Maakt niet uit hoor.
En zo niet voor het eerst. Nou, kan ik tenminste tot morgen hier blijven en eens uitslapen. Quantum satis. Kunt u met ons mee eten? We eten nu om 9:30. Ja, echt. Die thee is koud. Ja, de temperatuur in de pot is aanmerkelijk gedaald. Het geeft niets, Jelegin. We kunnen ook koude thee drinken. Oh, neem mij niet kwalijk, maar het is niet Jelegin, maar Telegin. Ilja Telegin, of zoals sommigen mij noemen vanwege mijn onaantrekkelijke uiterlijke vuist. Ik heb in de tijd Sonjatje nog ten doop gehouden en uw echtgenoot, de professor excellentie, die kent mij heel erg goed. Ik woon momenteel hier, bij u, op dit landgoed. Misschien hebt u opgemerkt dat ik elke dag bij u aan tafel zit. Ach. Wat is er, oma? Ik ben vergeten om Alexander te zeggen. Oh, ik heb ook absoluut geen geheugen meer. Ik heb vandaag een brief uit Kharkov gekregen van Pavel Alexov. Hij heeft me zijn laatste artikel gestuurd. Interessant? Interessant, maar een beetje vreemd. Hij verwerpt nu alles wat hij 7 jaar geleden zelf verdedigd heeft. Dat is toch verschrikkelijk? Niet verschrikkelijk! Trek het thema op, mama. Ja, maar ik wil praten. We praten al 50 jaar, praten, lezen artikeltjes. Hoog tijd dat we er eindelijk eens mee ophouden. Ik weet niet waarom ik jou zo ergert als ik alleen maar mijn mond open doe. Neem me niet kwalijk, Ivan. Maar je bent het afgelopen jaar zo veranderd. Ik herken je gewoon niet meer. Je was altijd een man met heldere ideeën, een inspirerende persoonlijkheid. Een inspirerende persoonlijkheid? Ja. Dat is wel de kwaadaardigste grap ooit. Ik ben 47, tot vorig jaar heb ik net als u bewust geprobeerd mezelf te benevelen met die filosofieën van u om me niet te hoeven zien wat het leven echt is. En ik dacht dat ik daar goed aan deed. Maar nu, u moest dus weten, nachtenlang doe ik geen oog dicht van ergernis en woede dat ik mijn leven op zo'n stomzinnige wijze heb verknald. Dat ik alles had kunnen hebben waar ik nu nooit meer aan toekom. Oh, maar jij doet iets wel vervelend. Jij wil daar kennelijk je vroegere ideeën de schuld van geven. Maar dat ligt niet aan die ideeën. Dat ligt aan jijzelf. Jij vergeet dat ideeën op zichzelf niet zijn. Een dode letter. Je moet er iets mee doen. Oh, doen nou niet. Ja. Iedereen kan een schrijvend perpetuum mobile zijn. Zoals u, hè, professor. Wat wil je daarmee zeggen? Oma. Oma, ja, alsjeblieft. Ik zeg al niks meer. Ik zeg toch niks meer? Ik vraag excuus. Wat een heerlijk weer vandaag. Hè? Niet te warm? Prachtig, weer om je op te hangen. Dokter, of je wil komen, er zijn mensen. Mensen? Wat voor mensen? Die van de fabriek. Nou, bedankt. Daar gaan we weer. Heel irritant dan, verdomme. Kom dan na de fabriek bij ons eten? Nee, dat wordt te laat. Wat heb ik nou toch? Wat is nou toch? Mag ik nou misschien toch even dat wodkaartje? Waar heb ik het nou? Wat zijn nou mijn spullen? Hier, verdomme. In een stuk van Ostrovski komt een man voor met een enorme snor en heel weinig hersens. Dat ben ik. Yes.
Tot ziens, oma. Mevrouw, ik heb een bescheiden stuk land, zo'n 30 hectare, maar als u interesseert. Ik heb een proeftuin en een boomkwekerij, zo vindt u er 1000 kilometer in de omtrek. Niet één, daarnaast is een staatsbos, maar boswachter daar, die is oud, is altijd ziek. Dus in de praktijk, ik beheer alles. Ja, ja, ik heb al gehoord dat u zo van bossen houdt. Uh-huh. Dat kan heel nuttig zijn natuurlijk, maar houdt het u niet af van uw echte werk? U bent toch dokter? Alleen God weet wat ons echte werk is. U vindt het interessant? Ja, dat is heel interessant. Ja, dat is heel interessant. Dat is heel... Maar u bent nog jong. Een jaar of 6, 37, schat ik. Dan kan dat werk toch niet zo interessant zijn als u zegt. Altijd maar bos en nog eens bos. Bij mij lijkt het nogal saai. Nee. Het is juist heel interessant. Hij plant ieder jaar nieuw bos aan. Hij heeft er al prijzen mee gewonnen. En hij zet zich ook in voor het behoud van de oude bossen. Als u naar hem luistert, dan moet u het wel met hem eens zijn. Hij zegt dat bossen de aarde mooier maken. Dat ze de mens leren wat schoonheid is en hem inspireren. Bossen zorgen dat een ruw klimaat milder wordt. En in landen met een mild klimaat verspillen mensen minder kracht aan de strijd om het bestaan. En daarom zijn de mensen daar ook zachtaardiger. En ze zijn mooi, soepel, gevoelig. Hun taal is verfijnd, hun bewegingen gracieus. En wetenschap en kunst komen tot bloei. En hun filosofie is niet somber. En hun houding tegenover vrouwen is hoffelijk en elegant. Bravo, bravo! Heel roerend allemaal, maar niet overtuigend. Dus beste vriend, neem me niet kwalijk. Ik blijf mijn kachel stoken met hout en mijn schuren bouwen van hout. Nee. En je kan je kachels ook stoken met turf en je schuren bouwen van stenen. Kijk, mij hoor je niet. Als er hout gekapt wordt wanneer dat beslist nodig is. Maar waarom de bossen totaal vernietigen? Mevrouw, overal in Rusland kreunen de bossen onder de bijlslagen. Miljarden bomen sterven. Leefruimte van wilde dieren en vogels wordt verwoest. Rivieren worden steeds ondieper, drogen uit. Prachtige, heerlijke landschappen verdwijnen onherstelbaar. En dat alles alleen omdat de mensen te lui en te dom zijn om te bukken en hun brandhout van de grond op te rapen. Zo is het toch, mevrouw? Alleen een barbaar gooit toch die schoonheid in de kachel en vernielt wat hij zelf niet kan creëren. De mens kan denken. Heeft een scheppend vermogen om dat wat hem gegeven is te vermenigvuldigen. Tot nu toe heeft hij helemaal niets gecreëerd, alleen maar vernield. Bossen zijn er steeds minder, mevrouw. Elke dag wordt ons land armer en lelijker. Maar nou, kijk je nou wel zo ironisch naar me. Je vindt alles wat ik zeg belachelijk, hè? Misschien ben ik alleen maar een zonderling, mevrouw. Maar wanneer ik langs de bossen van de boeren kom die ik van de bijl heb gered, of als ik het jonge bos van ruisen dat ik zelf heb geplant, dan besef ik dat ik het klimaat een beetje heb geholpen. En dat als mensen over 1000 jaar gelukkig zijn, ik daar een beetje aan heb meegeholpen, mevrouw. Als ik zo'n berkje plant en zie hoe dat boompje uitloopt en beweegt op de wind, ja, ik voel iets van trots van binnen, maar... Alleen. Ja. Goed, ik moet gaan. Het is misschien ook allemaal maar onzin, uiteindelijk. Gegroet allemaal! Je hebt je weer onmogelijk gedragen. Moest je nu zo nodig je moeder zo op stang jagen met dat perpetuum mobile? Vanochtend bij het ontbijt heb je weer ruzie gemaakt met Alexander. Het is zo kleinzielig. Er is geen enkele reden om Alexander te haten. Hij is net als iedereen. Niet slechter dan jij. Iedereen geeft maar af op mijn man. Iedereen kijkt mij medelijdend aan. Ach, dat arme kind toch met die oude man. Ik snap het medeleven wel. Wat Astrof net zei. Jullie vernielen de bossen zonder ook maar een seconde na te denken. Binnenkort is er niets meer over op aarde. Precies zo vernielen jullie de mens. En binnenkort is er op aarde dankzij jullie geen trouw meer, geen altruïsme, geen zelfopoffering. Waarom kunnen jullie nooit naar de vrouw van een ander kijken zonder bijgedachten? Omdat in jullie allemaal, die dokter heeft gelijk, de duivel van de vernieling zit. Jullie hebben geen gevoel voor de bossen, niet voor vogels,
Niet voor vrouwen, niet voor elkaar. Die dokter, hij heeft zoiets nerveus en vermoeids in zijn gezicht. Maar wel interessant. En Sonja valt voor hem. Ja, ik kan het ook wel begrijpen. Sinds ik hier ben, is hij al 3 keer hier geweest. Maar ik hou afstand. Ik heb nog geen enkele keer echt met hem gepraat. Ik was niet vriendelijk. Hij zal me wel een coole kikker vinden. Weet je, Wanja, wij twee, wij kunnen denk ik zo goed met elkaar opschieten, omdat we alle twee van die saaie, stupide types zijn. Ja, saai. Nou, kijk me niet zo aan. Hier kan ik niet tegen. Maar hoe kan ik anders naar je kijken als ik van je hou? Je bent mijn leven, je bent mijn geluk, je bent mijn jeugd. Ik weet dat de kans nul is dat je mijn gevoel beantwoordt, maar ik vraag niks. Als ik alleen maar naar je mag kijken, naar je stem mag luisteren. Stil, ze kunnen je horen. Maar laat me spreken over mijn liefde, jaag me niet weg. Dat alleen al zou het grootste geluk voor me zijn. Dit is zo gênant. Ik was net in slaap. En ik droomde dat mijn linkerbeen niet van mij was. Toen werd ik wakker met die gekmakende pijn. Dit is geen jicht. Ik heb reuma. Hoe laat is het nu? 1 uur. Zoek morgen in de bibliotheek Boenie voor me op te hebben volgens mij. Wat? Zoek morgen Boenie voor mij op. Dat hebben we volgens mij. Maar waarom krijg ik bijna geen lucht? Ik ben moe. Het is al de tweede nacht dat je niet slaapt. Ze zeggen dat Turgenev door zijn jicht angina pectoris heeft gekregen. Ik ben bang dat ik het ook krijg. Vervloekt en walgelijke ouderdom. Naar de duivel ermee. Zit ik aftakel straks mezelf zo tegen. En het feit jullie natuurlijk allemaal tegen te moeten aanzien. Je spreekt over je leeftijd alsof het onze schuld is dat jij oud bent. Ik jou sta ik helemaal tegen. Ja, natuurlijk. Ik begrijp het, je hebt gelijk. Ik ben niet dom. Jij bent jong. Jij bent mooi, jij bent intelligent, jij wilt leven. En ik ben een oude man. Maar net geen lijk, hè? Zou ik alsof niet begrijpen? En het is natuurlijk belachelijk dat ik nog leef. Maar heb nog even geduld. Ik zal jullie allemaal gauw verlossen. Ik maak het niet lang meer. Ik kan niet meer, hou in godsnaam je mond. Het komt erop neer dat iedereen door mijn toedoen niet meer kan. Dat iedereen zich verveelt. Dat iedereen zijn jeugd verknalt. En dat alleen ik van het leven geniet en volmaakt tevreden ben, ja. Hou op, ik word doodmoe van je. Iedereen wordt doodmoe van me, ja, natuurlijk. Ik kan dit niet meer aan. Zeg het, wat wil je van me? Dat is eigenaardig. Als iemand iets beweert of die halfgare oude moeder van hem, dan is er niks aan de hand. Nee, nee, dan luistert iedereen. Ik hoef maar 1 woord te zeggen en iedereen voelt zich meteen diep ongelukkig. Alleen mijn stem werd alweer zin. Nou goed, aangenomen dat ik weer ziekwekkend ben. Tiran, egoïst, despoot. Heb ik dan op mijn leeftijd niet het recht egoïstisch te zijn? Heb ik dat niet verdiend? Heb ik niet het recht op een rustige oude dag, vraag ik je. Klein beetje consideratie van de mensen. Niemand betwist je recht. Het begint te waaien. Het gaat zo regenen. Niemand die jou je rechten betwist. Je hele leven werk je niet van de wetenschap. Ben je gewend aan een studeergang. Contact met gewaardeerde collega's. En dan ineens, zomaar zit je hier. In een grafkel. Elke dag louter onintelligente mensen om je heen. Waar je de onbenullige gesprekken moet aanhoren. Ik wil leven. Ik hou van succes. Ja, druk daar, roem, maar hier lijkt het alsof ik verbannen ben. Iedere minuut heimwee naar wat voorbij is. Het succes van anderen te moeten aanzien. Bang zijn voor de dood. Ik kan het niet.
Die kracht heb ik niet. En dat vergeven ze nog niet eens, je ouderdom. Wacht maar. Nog even geduld. Over een jaar of 5, 6 ben ik ook papa, oud. Jij hebt zelf gezegd dat we dokter Astroff moesten laten komen. En nu is hij er en weiger je hem te zien. Dat is toch onbehoorlijk, iemand last te vallen voor niks. Ach, wat moet ik met die Astroff van jou? Die man die weet net zoveel van medicijn als ik van astrologie. Dat we kunnen voor jou, jicht, niet de hele medische faculteit aan laten roepen, ik papa. Ik praat niet met die gek. Zoals je wilt. Mij maakt het niet uit. Hoe laat is het nu? 2:50. Ik stik werkelijk. Sonja, breng me mijn druppels. Ze liggen op tafel. Ja, papa. Ja, nee, niet die zeg. Kan ik ook niks vragen. Nou, alsjeblieft, op met dat geïrriteerde gedoe. Sommige mensen houden daar misschien van, maar laat mij er buiten alsjeblieft. Ik hou er niet van. En ik heb er ook geen tijd voor. Morgen moet ik weer vroeg op. Het hooi moet binnengehaald. En dan komt de ander! Nou, wat zei ik? Sonja, Jelena, ga slapen. Ik kom je aflossen. Nee! Nee, laat me niet met hem alleen. Hij maakt me gek. Ze moeten toch een beetje uitrusten. Gisternacht hebben ze ook al niet geslapen. Ja, nee, zij mogen gaan slapen. Maar jij moet ook weg. De hartelijk dank. Ik smeek je in naam van onze vroegere vriendschap. Geen woord meer. Praten doen we later wel. Onze vroege vriendschap, onze vroege... Hou je mond. Ja, liefste, laat me niet met hem alleen. Ja, maar laat dit is er toch zo langzamerhand belachelijk. Nou, jij moet ook gaan slapen, lieve Marina. Het is al laat. Hoe kan ik dan gaan slapen? Die koffieboel is nog niet opgeruimd. Ja, niemand slaapt. Iedereen is kapot. Alleen ik baat in gelukzaligheid. Maar wat is dat dan allemaal, manneke? Doet het nou zo'n pijn? Oh, 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 oh. Ik heb dit dus ook al de hele tijd, hoor. Oh, ik heb zo'n pijn aan mijn benen. Ik heb nog steeds zo het gevoel alsof er iets trekt tegen me. Ja, u ook. Ja, maar u. U heeft deze kwaal ook al zo lang. Want Vera Zaliger, hè, Sonjaatjes moeder. Nou, die sliep vaak nachtenlang niet. Zo bezorgd was die om u. Weet u dat nog? Ja, ja, ja. En ja, ja, ja. Hier die veel van u, hè? Ja, ja, oh. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oude mensen willen graag wat medelijden met die kleine kinderen. Niemand heeft medelijden met die oudjes. Hè? Kom maar, Rosietje. Kom maar, mannetje. Ja, 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 ja. Ik ga voor jou bidden. En ik ga lekker frambozenthee voor je maken. Zeg, frambozenthee. Ja, dat je warme benen krijgt, hoor. Ik ga mee, Marina. Ik ga... Au! Nou, voorzichtig. Dit heb ik nou precies zo. De echt dat het dan trekt, hè, zo. Ja. Dat is trekt. Want ik weet nog, Vera Zaliger, Sonjaatjes moeder, die zat te huilen, hoor. Als ze u zo zag, weet u dat nog? Oh, jij was nog zo'n lekker klein rummeltje. Ja, dat weet jij natuurlijk dit, man. Ja, dat is... Ik word gek van hem. Ik kan niet meer op mijn benen staan. Jij van hem en ik van mezelf. Het is al de derde nacht dat ik niet slaap. Alles hier in huis is mis. Je moeder, die haat alles en iedereen. Behalve haar artikelen en de professor. De professor is geïrriteerd. Mij wantrouwt hij. Voor jou is hij bang. Sonja, die ergert zich aan haar vader. Ze is boos op mij. Ze praat al 2 weken niet met me. Jij haat mijn man. En je minachting voor je moeder is overduidelijk. En ik ben ook geïrriteerd. Ik heb vandaag al een keer of 20 op het punt gestaan om in tranen uit te barsten. Alles hier in huis is mis. Jij bent toch intelligent en weldenkend, Wanja? Ja. Jij weet toch dat de wereld niet ten gronde gaat door rovers en brandstichters, maar door haat. Door vijandschap, door kleinzielige ruzietjes. Jij zou juist niet zo moeten kankeren, maar proberen om iedereen een beetje te verzoenen. Maar verzoen jij mij dan eerst met mijzelf? Liefste. Niet doen, ga weg! Straks is de regen voorbij en de hele natuur opgefrist. Alleen ik niet. Dag en nacht ga ik gebukt onder de gedachte dat mijn leven ongeroepelijk verloren is. Een verleden heb ik niet, dat heb ik verknoeid met onzin.
En het heden is verschrikkelijk in zijn zinloosheid. Hier heb je mijn leven, mijn liefde. Moet ik ermee? Zinloos gaat mijn gevoel verloren als een zonnestraal die binnenvalt in een diepe put. En zelf ga ik mee verloren. Als jij tegen mij begint over je liefde, dan voel ik me zo afgestompt. Neem me niet kwalijk, ik kan je niks zeggen. Goeienacht. Maar als je eens wist hoeveel pijn het doet om hier vlak bij mij nog een leven kapot te zien gaan. Dat van jou. Waar wacht je op? Welke stupide filosofie houd je tegen? Begrijp het dan toch. Begrijp het dan toch. Jij bent dronken. Dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Waar is de dokter? Daar, die slaapt op mijn kamer. Dat is mogelijk. Best mogelijk. Alles is mogelijk. Vandaag hebben jullie dus ook weer zitten drinken. Waarom? Het geeft nog een illusie van leven. Neem me dat niet af, je leven. Maar vroeger dronk je nooit. En praatte je ook nooit zoveel. Nou, ga slapen, je verveelt me. Liefste. Heerlijke vrouw. Laat me met rust! Dit is echt stuitend! Tien jaar geleden heb ik hem voor het eerst gezien. Bij mijn zuster thuis. En ze was 17, ik was 37. Waarom ben ik toen niet verliefd op haar geworden? Heb ik het toen niet ten huwelijk gevraagd? Dat makkelijk gekund. Was ze nu mijn vrouw geweest en we hebben wakker geworden van het onweer? Was zij geschrokken van de donder? En dan had ik haar in mijn armen genomen en had gezegd, niet bang zijn, ik ben bij je. Heerlijke gedachte. Dat is mooi. Ik moet zelfs een beetje glimlachen. God, ik draai door. Waarom ben ik oud? Waarom begrijpen ze me niet? Ethische gedoe van een stomme moraal. Onnoze ideeën over de ondergang van de wereld. Ik ben zo godsgruwelijk. Ben ik bedrogen? Ik heb hem aanbeden, die professor. Een jichtige wrak. Ik heb voor hem gewerkt als een paard. Sonja en ik, we hebben dit landgoed uitgeknepen tot de laatste druppel. Als gierige boeren hebben we gesjaggerd met als lijnzaad, olie en erwten. Erwten en kwark. En we hebben amper gegeten om van niks goud te maken en om dat op te sturen. Ik was zo trots op hem en zijn wetenschap. Ik leefde, ik ademde via hem. Alles wat hij schreef en beweerde, vond ik geniaal. Geniaal. En nu zien we met pensioen en nu zien we het resultaat. Geen bladzijde van wat hij heeft geschreven zal hem overleven. Hey, niemand kent hem, het is een nul. Gebakken lucht en ik ben bedrogen. Dat zien u toch? Domweg bedrogen. Spelen! Iedereen slaapt, dokter. Kom op, spelen!
Zit hier alleen geen dames? Zo doe je het erop. Dans me, danswaar. Maar plaats vrij voor de waard. Dans me, danswaar. Maar plaats vrij voor de waard. Oh, 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 oh. Ik ben wakker geworden van het onweer. Hè? Lekker buitje. Hoe laat is het? Weet ik veel. Ik meende de stem van Jelena te horen. Buitengewoon aantrekkelijke vrouw. Kijk hier naar de medicijnen, hè. Kan niet op. Uit Kharkov. Uit Moskou. Uit Tula. Iedere stad heeft die gek gemaakt met z'n jik. Is hij een echt zieke, doet hij maar zo. Hij is ziek! Oeh. Wat ben jij een mineur vandaag, zeg? Heb je zo met de professor te doen? Laat me met rust. Ook ben je verliefd op de professor zijn vrouw? Hij is een vriendin, ze is een vriendin. Nu al! Wij hebben nu al. Een vrouw kan alleen in deze volle orde. We hebben vriend raken aan een man. Eerst is ze de kennis, en dan is ze een minnares. En dan is ze pas een vriendin. Heel banaal. Vind je? Ja, geef. Ik geef toe dat ik banaal begin te worden, maar ik ben ook bezopen. Gewoonlijk bedrink ik me één keer in de maand. Maar ben ik helemaal zo ver, word ik mateloos, brutaal en grof. Ga roeien, Rutter! Dan doe ik de moeilijkste operaties. Alsjeblieft nog, perfecto! Ontwerp ik grote toekomstplannen. Ik vind mezelf geen zonderling meer, maar geloof dat ik de mensen uit een enorme dienst bewijs, een enorme dienst. Heb ik ook nog mijn eigen filosofische systeem? Waarin jullie allemaal figureren als hele kleine torretjes. Microben. Klophuizenkop, spelen. Beste jongen, ik zou niets liever willen, speciaal voor jou, maar begrijp dan toch, het hele huis slaan. Spelen. Kom mee, we moesten er nog maar eentje nemen. Ik geloof dat er nog kajak is. Even. Als het licht is, dan gaan we naar mijn huis. Doen we dat? Ik heb een assistent. Hij zegt nooit, doen we. Nee, doen we. Ja, deugt voor geen centen. Doen we dat? Excuseer. Ik ben niet gekleed. Ik heb dus weer zitten drinken met de dokter. Een mooi stel zijn jullie. Hij is nu eenmaal zo, maar waarom doe jij mee op jouw leeftijd? Slaat dat toch nergens op? Leeftijd heeft er niets mee te maken! Als je geen echt leven leidt, dan moet je behelpen met illusies. Het is altijd beter dan niets. Maar al het hooi is gemaaid, elke dag regent het, alles ligt te rotten. Jij bent bezig met illusies. Je laat alles stikken, ik sta overal helemaal alleen voor en ik kan niet meer, oom Banja. Je hebt tranen in je ogen. Maar we hebben helemaal niet niks tranen in ogen. Je keek me net aan. Precies je moeder. Oh, mijn lieve meisje. Oh, arme zusje. Waar is ze nu? Oeh, als zij eens wist. Als zij eens wist. Wat? Oh. Nee. Het is heel moeilijk. Is niet goed. Nee. Niks. Later. Ik ga. Later. Dokter Astroff? Slaapt u al? Oh.
Hebt u even? Ik kom aan. Zo. Wat kan ik voor je doen? Zelf kunt u drinken als u dat zo prettig vindt, maar geef om Wanja geen drank, hij kan er niet tegen. Het is goed, we zullen niet meer drinken. Ik ga zo naar huis op mijn erewoord. Als ik zo dadelijk ga, worden dat bijna licht. Maar het regent. Wacht liever tot het ochtend wordt. Onweer trekt weg, we krijgen hooguit nog een paar druppels. Nee, ik ga. Laat me alsjeblieft niet meer bij je vader komen. Als ik zeg jicht, zegt hij reuma. Als ik hem vraag waar hij liggen, gaat hij staan. Vandaag wou hij ineens met me praten. Hij is verwend. Wilt u misschien iets eten? Ja, lekker. Ik eet graag wat s'nachts. Ze zeggen dat hij in zijn leven veel succes had bij de vrouwen en de dames hebben hem verwend. Hier, neemt u een stukje kaas. Oh, ja. Hij heeft vandaag nog helemaal niks gegeven. Ik heb alleen maar gedronken. Jouw vader heeft geen makkelijke hersen. Mag er? Er is nou toch niemand, dus we kunnen vrij uitspreken. Weet je, ik zou het hier in huis nog geen maand uithouden, geloof ik. Ik zou stikken in zijn atmosfeer. Die vader die helemaal opgaan in zijn jicht en in zijn boeken. Wanja met zijn depressies. En je grootmoeder. En dan ook nog je stiefmoeder. Wat is er met mijn stiefmoeder? Alles aan een mens moet eigenlijk mooi zijn. Gezicht, kleren, ziel, gedachten. Zij is mooi, dat is overduidelijk, maar ze doet niks. Alleen maar eten, slapen. Wandelingen die ze maken en ons allemaal betoveren met de schoonheid. Meer niet. Ze heeft geen enkele verplichting. Andere werken vraagt. Ze is het toch? Zo ja. Een leeg leven kan nooit een goed leven zijn. Ach ja, misschien hoor ik ook wel te hard. Ik vind mijn leven zo verschrikkelijk. Net als John Wanja. En daarom worden we twee oude zeuren. Dus u bent niet tevreden met uw leven? Leven op zich hou ik ervan. Maar ons leven, de bekrompen Russische leven hier in de provincie, dat vind ik helemaal niks. Ik haat het uit de grond van mijn hart. En wat mijn eigen persoonlijke leven betreft, kan ik bij God niks moois aan vinden. Weet je, als je in een donkere nacht door het bos loopt en in de verte een heel klein lichtje ziet, heb je geen ergere vermoeidheid of in het duister of in de scherpe takken die in je gezicht streamen. Ik werk harder dan wie ook hier in die hele streek. Dat weet je. Het noodlot geeft me ene klap naar de andere. Soms ga ik er bijna onderdoor. Maar ik zie nergens een mooi lichtje in de verte. Voor mezelf verlang ik helemaal niks meer. Ik hou niet van mensen. Ik hou al jaren van niemand meer. Van niemand? Niemand. Ja, uit gewoonte voel ik nog wel een soort vertedering voor jullie, Marina, vanwege vroeger. En die boeren hier zijn toch allemaal hetzelfde. Primitief en smerig. En met die zogenaamde intelligentie valt helemaal niks te beginnen. Die putten je totaal uit. Al die brave vrienden, bekenden, die denken klein, die voelen klein. Die zien niet verder dan hun neus lang is, die zijn doodgewoon dom. En als ze wat meer verstand en inzicht hebben, dan zijn ze hysterisch. Verscheurd door getop en introspectie. En ze klagen en ze haten. Sorry, ze spreken kwaad over anderen op een manier die ziekelijk is. Benaderen dan altijd toch nooit rechtstreeks? Nee, altijd indirect. Dan zeggen ze, dat is een psychopaat, dat is een poseur. En als ze niet weten wat voor etiket ze op mijn voorhoofd moeten plakken, dan zeggen ze, dat is een rare, dat is een hele rare. Ik hou van bossen, ja. Dat is raar. Nee? Ik eet geen vlees.
is raar. Nee, maar een gewone, spontane, open, eerlijke, vrije relatie tussen mensen en de natuur bestaat niet meer. Bestaat gewoon niet meer. Nee. Waarom niet? Het past niet bij u. U bent zo fijngevoelig. U hebt zo'n vriendelijke stem. U bent heel anders dan alle mensen die ik ken. U hebt klasse. Dus waarom wilt u dan net zo zijn als al die anderen die drinken en gokken? Niet doen, alstublieft. U zegt zelf altijd dat mensen niet scheppen, maar kapot maken wat God ze heeft gegeven. Dus waarom, nou waarom maakt u dan uzelf kapot? Niet doen, alstublieft. Ik vraag het u, ik smeek het u heel, heel dringend, niet doen. Goed is goed, ik zal niet meer drinken. Geef me uw woord. Erewoord. Dank u. Bassa! Kijk, ik ben weer helemaal nuchter. Ik ben weer helemaal nuchter. En ik blijf het tot het eind van mijn levensdagen. Goed, we gaan verder. Ik zei dus, mijn tijd is voorbij. Het is te laat voor me. Ik ben oud. Ik ben overwerkt. Ik ben grof geworden en ik ben afgestompt. En ik geloof dat ik me nooit meer aan iemand zal hechten. Ik hou van niemand en ik zal nooit meer van iemand houden. Maar wat me nog wel iets doet, is de schoonheid. Die laat me niet onverschillig. En ik geloof dat Jelena, als ze dat zou willen, mij binnen een dag het hoofd op hol zou kunnen brengen. Maar dat is natuurlijk geen liefde. Het is geen echte genegenheid, hè? Wat is er? Nee, maar vlak voor de vaste is een van mijn patiënten onder narcose gestorven. Daar moet je nu eens over ophouden. Zegt u mij eens, dokter. Als ik een vriendin had. Of een jongere zus. En als u dan zou merken dat zij... Nou ja, dat ze... bijvoorbeeld van u hield. Wat zou u dan doen? Dat weet ik niet. Niks speciaals, denk ik. Ja, ik zou te verstaan geven dat ik niet van haar kan houden. Dat ik andere dingen aan mijn hoofd heb. Kom. Als ik weg wil, moet ik nu gaan. Je bent zo lief. Ja. Nee, dat zit weer morgen nog. Ik denk echt dat ik door de zitkamer ga als je het niet erg vindt. Anders ben ik bang dat je oom me weer ophoudt. Je hebt niets tegen me gezegd. Zijn hart en ziel zijn nog steeds een gesloten boek voor me. Maar waarom voel ik me dan zo gelukkig? Ik heb hem gezegd, u bent zo fijngevoelig, u hebt zo'n klasse, u hebt zo'n vriendelijke stem. Was dat te veel? Zijn stem vibreert, streelt. Ik voel hem nog natrillen in de lucht. En toen ik dat zei van dat jongere zusje, toen begreep hij het niet. Het onweer is voorbij. Frisse lucht. Heerlijk. Waar is de dokter? Weg. Sonja. Wat? Hoe lang blijf je nog boos op me? We hebben elkaar toch niks gedaan?
Die vijandschap slaat toch nergens op. Het moet gewoon afgelopen zijn. Ik wou zelf ook al lang. Weg met alle boosheid. Heel goed. Fijn. Is papa naar bed? Nee, hij zit nog in de kamer. Ja, wekenlang zeggen wij geen woord tegen elkaar. God mag weten waarom. Wat is dat? De dokter heeft nog wat gegeten. En er is ook nog vodka. Laten we broederschap drinken. Samen uit één kopje. Goed. Zo is het goed. Dus jij zegt nu ook jij tegen mij. Jij? Ik wilde het al door goed maken, maar op de een of andere manier geneerde ik me de hele tijd. Waarom huil je nou? Niets. Zomaar. Kom nou. Ja, nou huil ik ook. Malle meid. Jij bent kwaad op mij omdat jij denkt dat ik uit berekening met je vader getrouwd ben. Maar als je een eed gelooft, dan zweer ik je dat ik met hem getrouwd ben uit liefde. Ik vond hem fascinerend, omdat het zo'n beroemde, geleerde man was. Het was geen echte liefde. Het was maar schijn. Toen dacht ik dat het echt was. Dat is niet mijn schuld. Maar vanaf de dag van ons huwelijk heb jij mij aan één stuk door gestraft met die verstandige, wantrouwige ogen van je. Vrede, vrede, laten we het vergeten. Maar je moet niet zo wantrouwig kijken, dat past niet bij je. Je moet in de mensen geloven, anders kun je niet leven. Zeg me eens, open en eerlijk, als vriendin, ben jij gelukkig? Nee. Wist het! Nog een vraag, zeg eerlijk. Had je liever een jonge man? Wat ben jij nog een kind? Ja, ja, natuurlijk had ik dat liever. Nou, vraag nog iets. Vraag maar. Vind je de dokter aardig? Ja, heel aardig. Ik zie er dom uit, hè? Hij is weg, maar ik hoor zijn stem nog en zijn voetstappen. En ik kijk in dat donkere raam en dan zie ik zijn gezicht. Ik wil je alles zeggen, alleen ik kan het niet zo hardop zeggen. Ik geneer me, dus kom mee naar mijn kamer, dan kunnen we praten. Vind je me heel dom? Zeg maar eerlijk. Maar zeg eens iets over hem. Wat dan? Nou, hij is zo knap. En hij kan alles. Hij begrijpt alles. Hij maakt mensen beter. Hij legt bossen aan. Oh, maar het zit niet in bossen. Het zit niet in beter maken, lieve schat. Die man, die heeft talent. Begrijp je? Weet je wat dat zeggen wil? Talent. Durf. Een onafhankelijke geest. Een ruime blik. Hij plant een boompje. Hij ziet al voor zich wat er over 1000 jaar uit voort zal komen. Hij heeft het geluk van het mensdom voor ogen. Zulke mensen die zijn zeldzaam. Die moeten we in ere houden. Goed, hij drinkt. En hij kan onbehouden zijn, maar wat zou het? Een man van talent kan geen brave burgerman zijn. En bedenk eens wat deze dokter voor leven heeft. Tot zijn knieën in de modder op de wegen, de kou, de sneeuwstormen, enorme afstanden, dat ruwe, primitieve volk. Altijd en overal alleen maar ziekte en ellende om hem heen. Onder zulke omstandigheden is het voor een man die dag in dag uit werkt en vecht moeilijk. Om als hij tegen de 40 loopt, altijd maar keurig en nuchter te blijven. Ik wens jou van harte geluk. Je verdient het. Ik stel niet veel voor. Ik ben maar een figurant. In de muziek, in het huis van mijn man, in mijn verliefdheden. Overal nooit meer dan een figurant. Eigenlijk, Sonja, als ik erover nadenk, ben ik heel, heel erg ongelukkig. Voor mij is er hier op aarde geen geluk weggelegd, nee. Wat lach je nou? Ik ben zo gelukkig. Zo gelukkig. Ik heb zin om piano te spelen. Nu zou ik willen spelen. Dan speel. Ik kan toch niet slapen, speel. Nee,
Zo dadelijk. Je vader slaapt nog niet. Als hij ziek is, verdraagt hij geen muziek. Ga jij hem vragen of het goed is? Als het hem niet uitmaakt, dan zal ik spelen. Ga gauw. Goed. Professor. De professor heeft het behaagd de wens te kennen te geven dat we ons allemaal vandaag tegen ene hier in de woonkamer verzamelen. Hij heeft de wereld iets mee te delen. Iets zakelijks waarschijnlijk? Hij doet geen zaken. Onze inschrijver kanker en jaloers zijn verder doet er niks. Oh. Neem me niet kwalijk, neem me niet kwalijk. Moet je kijken. Te lui om de ene voet voor de andere te zetten. Nee, schattig. Dus buitengewoon schattig. Je loopt de godganse dag aan één stuk door te kankeren. Dat je er geen genoeg van krijgt. Ik sterf van verveling. Ik weet niet wat ik doen moet. Help mee op het bedrijf hier. Ga lesgeven. Ga zieken verzorgen. Is dat niet genoeg? Toen jullie nog niet hier waren, papa en jij, stonden oom Wanja en ik zelf op de markt ons meel te verkopen. Dat kan ik niet. Dat is ook totaal niet interessant. En dat gedoe uit idealistische romans, boeren leren lezen en schrijven, boeren verplegen. Waarom zou uitgerekend ik nu ineens boeren gaan leren lezen? En ik begrijp niet waarom je ze niet zou leren lezen. Wacht maar, het went wel na een tijdje. Je moet je niet zo vervelen, lieverd. Je verveelt je. Je weet niet wat je met jezelf moet beginnen. Maar verveling is besmettelijk. En niets doen ook. Oom Wanja. Ik moet niets meer uitlopen de hele dag alleen om maar achter jou aan. Als een hondje. Maar ik... Ik laat mijn werk liggen om naar je toe te rennen, met je te praten. Ik ben lui geworden en ik kan er niets aan doen. En dokter Astroff, nou die kwam vroeger maar heel zelden bij ons. Eens in de maand, hooguit. En het was nog moeilijk om hem hier te krijgen, maar tegenwoordig komt hij elke dag. Hij laat zijn bossen en zieken voor wat ze zijn. Jij moet wel bijzondere krachten hebben. Kom op, mijn liefde. Heerlijkheid. Wees verstandig. Door je aderen stroomt het bloed van een waternimf. Goed, wees dan een waternimf. Laat je voor één keer in je leven eens gaan, wordt. Hals over kop verliefd op een of andere watergeest en duik met je kop omlaag. Plons in het diepe, zodat de heer professor en wij allemaal met open mond staan te kijken. Laat me met rust. Je bent gemeen. Neem die kwaad. Neem die kwaad. Mijn liefste, vergeef me. Vrede. Zelfs een engel zou er geduld verliezen, dat moet je toegeven. Maar als teken van vrede en verzoening ga ik nu onmiddellijk een bos rozen voor je halen. Die heb ik vanochtend al geplukt, het zijn herfstrozen. Heerlijke, treurige rozen. Oh,
herfstrozen, heerlijke, treurige rozen. Het is alweer september. Hoe komen we hier de winter door? Waar is de dokter? In Oom Banja's kamer. We zitten tekenen. Ik ben blij dat Oom Banja weg is. Ik moet met je praten. Waarover? Waarover? Ach, kom nou. Kom nou toch. Kom. Ik ben lelijk. Je hebt heel mooi haar. Nee. Als een vrouw lelijk is, dan zeggen ze toch altijd tegen haar. Maar je hebt zulke prachtige ogen en je hebt zo'n prachtig haar. Ik hou al 6 jaar van hem. Ik hou meer van hem dan van mijn eigen moeder. Ik hoor hem elke minuut. Ik voel zijn handdruk. Ik blijf steeds naar de deur kijken en wachten. En verbeeld me dat hij zo binnen zou komen. Jij ziet het toch ook. Ik kom steeds bij jou om over hem te praten. Hij is nu elke dag hier, maar hij kijkt niet naar mij. Hij ziet me niet. Het is zo marteling. Ik heb gewoon geen hoofd meer. Niets heb ik. Niets. Oh, oh God. Geef me kracht. Ik heb de hele nacht gebeden. Ik ga steeds naar hem toe en ik begin zelf een gesprek met hem en ik kijk in zijn ogen. Ik heb gewoon geen trots meer. Ik heb geen kracht om mezelf te beheersen. Maar iedereen hier weet al dat ik van hem hou. Iedereen weet het. En hij? Jij niet. Jij ziet me niet staan. Het is een merkwaardige man. Weet je wat? Laat mij eens met hem praten. Heel voorzichtig, niet rechtstreeks. Echt. Hoe lang moet die onzekerheid anders nog duren? Goed? Mooi zo. Het zal niet moeilijk zijn om uit te vinden of hij van je houdt of niet. Maak je geen zorgen, lieverd. Wees niet ongerust. Ik zal hem heel voorzichtig uithoren. Hij zal er niets van merken. We moeten er alleen achter komen of het ja is of nee. En als het nee is, dan moet hij hier maar niet meer komen. Vind je ook niet? Dan is het makkelijker voor je als je hem niet meer ziet. Kom, we schuiven het niet op de lange baan. We gaan hem meteen polsen. Hij wilde me toch een paar landkaarten of zo laten zien die hij getekend heeft. Ga jij hem even zeggen dat ik met hem wil praten? Maar, zul je me dan de volle waarheid zeggen? Ja, natuurlijk. Ik geloof dat de waarheid, hoe dan ook, altijd beter is dan die voortdurende onzekerheid. Kom, vertrouw maar op mij, lieverd. Ja. Ja. Ik zeg tegen hem dat je zijn kaarten wilt zien. Nee! Nee, onzekerheid is toch beter? Dan is er tenminste nog hoop. Wat zeg je nou? Niet. Hij is niet verliefd op haar. Dat is duidelijk. Maar waarom zou hij niet met haar trouwen? Ze is niet mooi, maar voor een plattelandsarts op zijn leeftijd... ze zou een uitstekende vrouw zijn. Ze is... verstandig en lief, onbedorven.
Maar daar gaat het niet om. Och, ik begrijp het arme kind. Midden in die hopeloze verveling. Waar je in plaats van mensen grauwe vlekken om je heen hebt. Waar je alleen maar gemeenplaatsen hoort en waar alles alleen maar draait om eten en drinken en slapen. Daar komt hij af en toe. Anders dan alle anderen, een knappe, interessante, sympathieke man. Alsof in het donker opeens de maan helder opkomt. Je aan de charme van zo'n man overgeven. Jezelf vergeten. Wanja zei dat het bloed van een waternimf door mijn aderen stroomt. Laat je eens één keer gaan. Waarom niet? Misschien zou ik het moeten doen. Als een vogel wegvliegen van jullie allemaal. Weg van jullie slaperige koppen en jullie gesprekken. Vergeten dat jullie bestaan. Ik ben laf. Bang. Mijn geweten zou me niet met rust laten. Hij is nu elke dag hier. Ik denk dat ik begrijp waarom. Oh, ik voel me nu al zo schuldig. Dat ik voor Sonja op mijn knieën zou kunnen vallen. Haar om vergiffenis vragen. Huilen. Goedemiddag. U wil mijn schilderkunst bekijken. Gisteren hebt u me beloofd om uw werk te laten zien. Komt het u nu uit? Ja hoor, ja natuurlijk. Waar bent u geboren? In Petersburg. En hebt u gestudeerd? Aan het conservatorium. Nou, dan zal dit u niet erg interesseren. Waarom niet? Ik ken het leven op het platteland niet, maar ik heb wel veel gelezen. Ik heb hier in huis mijn eigen werkplek, in Wanja's kamer. En als ik helemaal op ben, totaal afgestompt door vermoeidheid, laat ik alles liggen. Kom hierheen en ontspan me een paar uur hiermee. Wanja schrijft mijn rekeningen, ik zit bij hen en knoei een beetje met mijn verf. Ik word er warm van en rustig. En dan chirpt er ook nog een krekel. Maar ik gun me dat genoegen niet zo vaak, zo eens in de maand. Goed, wilt u het zien? Kijk eens. Dit is de kaart van onze streek, zoals het er hier 50 jaar geleden uitzag. Donkergroen, lichtgroen is bos. De helft van het gebied was bos. Waar ik het groen met rood gearceerd heb, had je elanden en wilde geiten. Ik geef ook flora en fauna aan. In dit meer leefden zwanen, eenden, ganzen. Het zag er, zoals oude mensen zo prachtig mooi kunnen vertellen, zwart van de vogels. In wolken vlogen ze rond. Buiten de dorpen en gehuchten ziet u verspreid boerderijtjes, kloosters, watermolens. Koeien en paarden in overvloed, die ziet u in het blauw. Kijk, deze gebieden bijvoorbeeld zijn helemaal blauw. Hier had je hele kudde paarden en elke boerderij had er minstens 3. Goed, gaan we nu door naar de tweede kaart. Zo was het hier 25 jaar geleden. Ziet u nu dus nog maar een derde van het hele oppervlak. Bos, wilde geiten zijn er niet meer, elanden nog wel. Maar het groen en blauw is veel fletser, enzovoort, 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 enzovoort. Maar ik wil heel snel door naar de derde kaart, zoals onze streek er tegenwoordig uitziet. Kijkt u nou eens. Oh. Groen zie je nog wel hier en daar, maar het is geen aaneengesloten gebied meer. Het zijn allemaal losse stukjes. Elanden, zwanen, korhoenders, totaal verdwenen. Geen spoor meer van de vroegere gehuchten, de boerderijtjes, de kloosters en de watermolens. Alles bij elkaar een beeld van een geleidelijk maar onmiskenbaar verval. Nog een jaar of 10, 15 hooguit en het is helemaal afgelopen. En dan zegt u misschien, ja, maar dat is de vooruitgang. Het oude leven moet op natuurlijke wijze plaatsmaken voor het nieuwe. En ik zou het daarmee eens zijn als er in plaats van die verwoeste bossen nu wegen waren aangelegd, spoorlijnen. Als er nu fabrieken, industrie, scholen waren, dan zou onze bevolking nu gezonder, welvarender, ontwikkelder zijn. Maar niets van dat alles. Wij hebben hier nog steeds dezelfde moerassen en muggen. Dezelfde onbegaanbare wegen. Armoede, tyfus, difterie, cholera en branden. We hebben hier te maken met een verval dat het gevolg is van de bovenmenselijk zware strijd om het bestaan.
Het is een verval dat veroorzaakt wordt door lamlendigheid, door onwetendheid, door een totaal gebrek aan zelfbewustzijn. En daardoor grijpt de honger, kou, ziekte, uitgeputte mens instinctief en onbewust naar alles wat die honger en die kou kan verlichten om zo zijn laatste restje leven en dat van zijn kinderen te redden. Hij vernielt alles. Denk niet na, denk überhaupt niet na over de dag van morgen. En alles is al bijna vernietigd. Maar er is niets nieuws voor in de plaats gekomen. Er is niets nieuws tot stand gebracht. Ik zie aan uw gezicht dat het u niet interesseert. Eerlijk gezegd was ik met mijn gedachten ergens anders. Neem me niet kwalijk. Ik moet u aan een klein verhoor onderwerpen. Maar ik vind het een beetje lastig. Een verhoor? Ik weet niet hoe ik moet beginnen. Ja, maar een vrij onschuldig verhoor. Het gaat om een jong iemand. Laten we eerlijk met elkaar praten. Als vrienden, zonder omwegen. We praten en dan vergeten we alles weer. Goed? Goed, ja, goed. Het gaat om mijn stiefdochter Sonja. Mag u haar graag? Ja, ik heb veel respect voor haar. Mag u haar ook als vrouw? Nee. Nog een paar woorden, dan is het klaar. Heeft u niets gemerkt? Nee. U houdt niet van haar. Ik zie het aan uw ogen. Zij lijdt daaronder. U moet dat begrijpen en... Komt u liever niet meer hier? Mijn tijd is voorbij. Nou, ik heb het te druk op. Wanneer heb ik nou tijd? God, wat een onaangenaam gesprek. Mijn hart bonst ervan alsof ik een lode last gedragen heb. Nou, godzijdank, het is klaar. We vergeten het. We doen alsof we nooit met elkaar gepraat hebben en gaat u hier vandaan. U bent een intelligent man. U begrijpt het wel. Ik heb er een kleur van. Maar als u me dit nou een maand of twee maanden geleden had gevraagd, had ik er misschien nog wel over nagedacht. Maar nu... Ah, zij eronder lijdt, ja, natuurlijk. Maar ik begrijp één ding niet. Waarom moest u mij dit verhoor afnemen? Oh, wat geraffineerd. Wat bedoelt u daarmee? Wat bent u geraffineerd, zeg. Goed, Sonja heeft het moeilijk, dat wil ik graag van u aannemen, maar waarom dan zo'n ondervraging? Nou, kijk u maar niet zo verbaasd, u weet heel goed waarom ik elke dag hier kom, waarom en voor wie, dat weet u heel goed. Lief klein roofdier. Kijk me maar niet zo aan, mij maakt u niets wijs. Roofdier? Ik begrijp er niks van. Mooi donzig hermelijntje. U zoekt een prooi. Ik doe al een maand, doe helemaal niks meer. Ik laat alles liggen. Ik loop alleen maar opgewonden achter u aan. En u geniet ervan, hè? Yes, ja, wel. U geniet ervan. Goed. U hebt me in de greep. Dat wist u ook al zonder verhoor. Ik geef me aan u over. Hier ben ik. Vreet me maar op. U bent gek geworden. U durft niet. Ik ben niet zo slecht, niet zo goedkoop als u denkt. Dat zweer ik u. Ik ga vandaag weg en ik kom hier niet meer terug, maar zien we elkaar. Zeg het, snel. Waar? Kan elk moment iemand binnenkomen? Zeg het, snel. Oh, heerlijke, verrukkelijke vrouw. Eén kus, alleen in je haar dat zo heerlijk ruikt. Ik zweer u! Ja, niet zweren. Waarom zweren? Geen overbodige woorden. Oh, God, jij bent mooi. Je bent zo ontzettend mooi. Kijk nou toch, die handen. Genoeg. Ga weg. U vergeet uzelf. Nou, zeg me dan. Zeg waar we elkaar ontmoeten morgen. Je ziet toch zelf dat er geen ontkomen aan is. We moeten elkaar zien. Spaar me. Laat me los. Nee. Ja, kom morgen naar het bos, naar de jongen aanplant om een uur of twee. Goed, ja, kom je. Laat me los, dit is verschrikkelijk. Nee, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit.
maakt niet uit. Prachtig weer vandaag, hè? Beste Wanja. Vanochtend was het somber, net of het zou gaan regenen. Kijk nou toch, de zon schijnt. Ja, dat is een heel mooi najaar dit jaar. En de bomen staan er ook goed bij. Je merkt alleen dat de dagen korter worden. Jij moet alles doen, alles, om ervoor te zorgen dat mijn man en ik hier vandaag nog wegkomen. Hoor je? Vandaag nog. Hoor je me? Ik moet hier vandaag nog weg! Ik ben zelf ook niet helemaal in orde, professor excellentie. Ik voel mij al 2 dagen gewoon helemaal niet lekker. Het is gewoon net alsof mijn hoofd... Waar zijn de anderen? Ik heb zo'n hekel aan dit huis. Het is een volslagen labyrint. 26 enorme kamers. Iedereen zit ergens anders. Nooit kun je iemand vinden. Ga vragen of mama en Jelena hier komen. Ik ben hier. Oh. Nou, alsjeblieft, ga zitten. Wat heeft hij gezegd? Water. Beef je? Ben je opgewonden? Begrijp het. Hij heeft gezegd dat hij niet meer komt. Ja? Zeg het, ja? Kwalen, daar kan ik me uiteindelijk nog wel in schikken. Maar wat ik niet verdragen kan, dat is dat leven hier op het platteland. Ik voel me alsof ik op een vreemde planeet verzeild geraakt ben. Ga nou toch zitten, iedereen, alsjeblieft. Sonja. Nou, die hoort niks. Ga jij ook zitten, alsjeblieft. Ik verzoek jullie allen mij, zoals dat heet, het oor te lenen. Misschien ben ik hier niet bij nodig. Kan ik gaan? Nee, jij bent het meest nodig van iedereen. Maar wat moet je dan van me? Wat moet je van me? Waarom doe je zo? Als ik je ergens mee gekwetst mocht hebben, excuseer. God, dan op het alsjeblieft, excuseer. Daar is mama ook. Vrienden, ik begin. Ik heb jullie allemaal gevraagd hier te komen, beste mensen, om u mee te delen dat er een revisor in aantocht is. Om met Gogol te spreken. Nee. Nee, dit is geen tijd voor grappen. Dit is een serieuze zaak. Ik heb jullie allemaal gevraagd hier te komen, beste mensen, om jullie hulp en goede raad te vragen. En omdat ik weet dat jullie mij allemaal zeer zijn toegenegen, hoop ik die ook te krijgen. Ik ben een wetenschapper, man van de boeken, en in het praktische leven ben ik weinig waard. Ik kan niet zonder de raad van mensen die daar wel van weten. En daarom verzoek ik jou, Ivan. En ook jou, Ilja, Telegin, en ook u, mama. Het komt erop neer dat manet omnes una nox. Dat wil zeggen, wij zijn mensen van de dag. Ik ben oud, ziek. En daarom acht ik de tijd gekomen om orde op zaken te stellen omtrent mijn bezit. Voor zover het mijn gezin betreft, mijn leven is voorbij. Aan mijzelf denk ik niet, maar ik heb een jonge vrouw en een ongetrouwde dochter. Langer hier blijven wonen is mij onmogelijk. Wij zijn niet gebouwd op dat plattelandsleven. En met de opbrengst van het landgoed is het ook onmogelijk in de stad te wonen. Stel dat wij het bos verkopen.
Dat is dan eenmalig. Zoiets kun je niet ieder jaar doen. Dus wij moeten iets ondernemen dat ons een min of meer vast inkomen garandeert. En zoiets heb ik nu bedacht. Ik heb de eer jullie mijn plannen voor te leggen. Details laat ik nog even voor wat ze zijn. Ik schets slechts enkele hoofdlijnen. Dit landgoed brengt gemiddeld slechts 2% op. Ik stel voor het te verkopen. Als wij de opbrengst beleggen in obligaties, krijgen wij 4 of 5%. En ik denk dat er dan wel een paar duizend overblijft, waarmee wij een bescheiden villaatje in Finland kunnen kopen. Wacht even. Ik geloof dat mijn oren niet helemaal in orde zijn. Zeg dat nog eens. Het geld beleggen in obligaties en van de rest een villaatje in Finland kopen. Nee, geen Finland. Je zei nog iets. Ik stel voor het landgoed te verkopen. Ja, dat was het. Oh, je verkoopt het landgoed. Nou, prachtig. Subliem idee. En waar wil je dat ik met mijn oude moeder en Sonja heen ga? Ach, dat bekijk je te zijn de tijd. Niet alles tegelijk. Nou ja, kennelijk had ik tot nu toe geen enkel benul. Tot vandaag was ik zo onnozel om te denken dat het landgoed van Sonja was. Papa heeft er destijds gekocht het bruidsgat voor mijn zuster. En tot nu toe was ik zo naïef om de wet niet op zijn Turks te interpreteren. En ik dacht dus dat het landgoed van Vera op Sonja was overgegaan. Ja, ja, landgoed is van Sonja. Wie zegt dat dat niet zo is? Zonder Sonja's toestemming zal ik het niet te koop zetten. Bovendien is mijn voorstel in Sonja's eigen belang. Nou, dat is echt ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Of ik ben gek geworden... Ivan, spreek Alexander niet tegen. Geloof me, hij weet beter dan wij allemaal wat goed is en wat niet. Hè? Nee. Marine, mag ik een glaasje water? Nee, ga door. Zeg wat je wilt. Ik begrijp niet waarom jij zo opwint. Ik zeg niet dat mijn voorstel ideaal is. Als jullie allemaal vinden dat het niet deugt, zal ik het heus niet doorzetten. Nee. Ik heb niet alleen het allergrootste respect voor de wetenschap, professor excellentie, maar in zekere zin heb ik er ook een familieband mee. De broer van de vrouw van mijn broer, nou, moet u weten, misschien kent u wel Constantin Lacedemon. Even stil nu, vuist, we hebben het over zaken, straks mag jij doen. Vraag maar aan hem, het landgoed is destijds gekocht van zijn opa. Ja, maar waarom zou ik wat Het landgoed is destijds gekocht voor 295.000. Papa heeft er maar 170.000 van betaald. Dat betekent dat er een schuld was van 125.000. Opletten nu. Het landgoed had nooit gekocht kunnen worden als ik niet had afgezien van mijn erfdeel ten gunste van mijn zusje Vera, van wie ik zielveel hield. En sterker nog, ik heb 10 jaar lang gewerkt en alle schuld afbetaald. Het spijt me dat ik dit gesprek begon. Het landgoed is vrij van schuld en in goede staat alleen maar dankzij mijn persoonlijke inspanning. En dan ben ik oud en dan willen ze me eruit zetten. Ik begrijp niet waar jij... Maar 25 jaar heb ik dit landgoed beheerd. Ik heb gewerkt, ik heb je als vertrouwde rentmeester alle geld gestuurd. Het is nooit één keer in je opgekomen om dankjewel te zeggen. Al die tijd toen ik jong was en nu had ik een salaris van 500 per jaar. Een hongerloon. Het is nooit bij je opgekomen om onze cent op te geven. Hoe moest ik dat nog weten? Ik ben totaal niet praktisch. Ik heb nog geen verstand van die dingen. Jij had jezelf net zoveel opdracht kunnen geven als je maar wilt. Oh, dus waarom heb ik niet gestolen? Is dat het? Waarom lachen jullie mij niet allemaal uit omdat ik de boel niet heb bestolen?
Dat was de recht geweest en dan was het nu ook geen bedelaar. Iwan! Beste jongen, dat hoeft toch niet? Ik sta te trillen op mijn benen. Waarom de goede verstandhouding? 25 jaar heb ik met die moeder hier tussen deze vier muren zitten rotten als een mol onder de grond. Al onze gedachten, onze gevoelens, die waren enkel en alleen voor jou overdag. Spraken we over jou en je werk. We waren trots op je. Je naam werd met eerbied uitgesproken. S'nachts verknoeiden we onze tijd met het lezen van boeken en artikelen die nu uit de grond allemaal uit verachten. Ik begrijp niet waar jij heen wilt. Jij was voor ons een wezen van een hogere orde. Alle artikelen die hij schreef, die kennen we uit ons hoofd. Maar dan zijn we de ogen geopend. Ik zie alles. Jij schrijft over kunst, jij geeft college over kunst, maar je hebt totaal geen benul van kunst. Al dat werk van je waar ik zoveel hield, het is waardeloos. Je hebt ons gewoon belazen. Mensen, laten we eindelijk gewoon belazen. Ik hou mijn mond helemaal niet en ben ik niet klaar ook. Je hebt mijn leven kapot gemaakt. Ik heb niet geleefd. Door jou heb ik de beste jaren van mijn leven verdaan en verknoeid. Je bent mijn ergste vijand. Ik kan niet tegen, ik kan niet tegen, ik ga weg. Wat wil jij van mij? Met welk recht ga jij zo tegen mij tekeer? Jij niks nut. Als hij dat land goed dat ze graag wil nemen dan. Ik heb het niet nodig. Ik zou niet willen doen met deze hel. Ik verdraag dit niet langer. Mijn leven is mijn de bliksem. Mijn leven! Ik heb hersenen, ik heb talent, ik heb durf! Als ik een normaal leven had geleid, dan was het misschien een Schopenhauer geweest! Of een Dostojevski! Of ik weet niet meer wat ik zeg! Ik word gek! Ik ben van Hoppus! Luister naar Alexander. Mama, wat moet ik doen? Wat moet ik doen, mama? Nee, zeg maar niets. Het hoeft niet. Ik weet wel wat me te doen staat. Jij zult nog aan mij denken. Mens. Wat heeft dit in vredesnaam te betekenen? Laat die gek bij me uit de buurt blijven, daarmee in één huis leven, dat kan ik niet. Dan komt hij vlak naast me. Hij gaat maar naar het dorp of in de schuur, anders ben ik weg. Daarmee in één huis leven, dat we kan ik niet. We gaan hier vandaag niet. Nog weg, we moeten alles regelen voor de reis. Zo'n stuk onbenullig. Je moet niet zo hard zijn, papa. Omaya en ik, we zijn zo ongelukkig. Je moet niet zo hard zijn. Dan weet je nog dat oma en Omaya nachtenlang boeken voor je vertaalden. Je manuscripten corrigeerden, nachtenlang. Omaya en ik, we hebben gewerkt zonder ons een moment rust te gunnen. We waren bang ook maar een stuiver voor onszelf uit te geven, want alles stuurden we altijd naar jou, papa. We hebben echt onze eigen kost wel verdiend. En ik zeg het niet goed. Ik bedoel iets heel anders. Maar je moet begrip voor ons hebben. Je moet niet zo hard zijn. Alexander, om gods wil, gaan met hem praten. Ja goed dan, ik zal wel met hem praten. Ik wil hem ook niks verwijten. Ik ben ook niet boos. Maar je zult dan toe moeten geven dat zijn gedrag op zijn zacht gezegd eigenaardig is. Ja, ik ga wel naar hem toe. En wees vriendelijk tegen hem. Ja. Probeer hem rustig te krijgen. Ja, ik ga al. Mijn meisje. Ja, kijk maar, ik ga. Dat komt er allemaal wel weer goed. Ja.
Kijk uit op je blote voeten. Die ganzen die gakken een pootje en dan stoppen ze er weer mee. Die gakken gewoon een pootje, nou, dan stoppen ze er weer mee. Maar oh, meisje, toe nou. Je rilt alsof je het koud hebt. Maak je nou niet zo overstuur. Hey, beetje lindbloesem thee, wat frambozen thee. Ja, komt allemaal mee. Jezus, moet je nou toch horen hoe ze tekeer gaan? Dit is echt goed geklaagd! Houd tegen! Geef hier! Houd tegen, schrijf gewoon! Schrijf gewoon! Houd tegen! Is het niet dragen? Is het weer mis? Verdomme! Breng me hier vandaan! Maak me dood! Ik kan hier niet blijven! Ik kan het niet! De schik zit er goed in. Oh God. Die Elena zegt in één stuk door. Geen uur langer wil ik hier blijven, zegt ze. We gaan naar Kharkov. En daar kijken wij naar iets uit. Onze spullen laten we later komen. Ze nemen alleen wat handbagage mee. Het was niet voor ze weggelegd om hier te wonen. Het lot heeft anders beschikt. Nee, nou het is ook beter zo. Al die ruzies. Dat schieten, zeg. Dat wij dat nog moeten meemaken, dat is echt God geklaagd, hoor. Oh. Maar dan gaan wij vanaf nu alles weer net zoals vroeger doen. Dan gaan wij alles weer precies zo doen als het hoort. Dus dan hebben wij vanaf nu, 's ochtends om 8:00 thee. Hebben we zo rond 1:00 middageten. En dan gaan we 's avonds, dan gaan we allemaal aan tafel. Gewoon allemaal, gewoon. Zoals het hoort bij nette christenmensen. Oh, wat is dat lang geleden, zeg. Dat ik noedels heb gegeten. Oh, zonde dat ik het zeg. Ja. Ja, dat is zeker lang geleden, ja. Dat we noedels hebben gehad. Dat is heel lang geleden. Ik loop vanmorgen door het dorp, Marina. Roept zo'n winkelier me na. Hey, uitvreter! Ach, het geeft mij gewoon zo aan. Nou, leg jij dat eens naast je neer, mijn zoetje. Voor God eten wij allemaal genadebrood, hoor. Nee, kom. Jij bent niks minder dan Wanja of Sonja. Want niemand van ons zit hier met zijn handen over elkaar. Allemaal doen we hier wat. Allemaal. Ja, allee op. Nee. Ja, mooi. Waar is Sonja toch? Sonja die is nog steeds in de tuin aan het zoeken naar Wanja samen met de dokter. Okay. Ze zijn bang dat hij zichzelf iets aandoet. Waar is dat pistool? Dat heb ik verstopt in de kelder. Dat jij dat durft. Ja. Laat maar met de rust. Verdomme, jullie! Ga echt zo gebied erop. Laat maar eens even een uur zonder toezicht. We gaan al, Wanja. Maak. Ga hier! Ga weg. Laat me met de rust. Ja, echt met alle plezier. Maar nogmaals, voor één ding. Ik ga niet voordat je mij terug hebt wat je van me hebt gepikt. Nee, ik heb dit van je gepikt. En ik meen het serieus. Ik ga je niet weg voordat je... Ik heb dit van je gepikt. Goed, dan geef ik jou nog heel even. Maar dan tot ik ga geweld gebruiken. We gaan hem vastbinden. Ik ga je fouilleren en ik meen het... Ga je gang! Laat me met rust! Verdomme nog aan toe. 2 keer schieten, 2 keer missen. Ik vergeef het mezelf nooit.
Als je dan zo nodig moest schieten, had je beter jezelf een kogel door je kop kunnen jagen. Wat is toch vreemd? Ik probeer iemand te vermoorden. Wat niemand roept de politie, niemand arresteert me. Dat wil dat zeggen dat iedereen denkt dat ik gek ben. Nee, ik ben gek. Maar wie onder een mom van professor, geleerde magiërs en zijn gebrek aan talent, zijn stomzinnigheid en zijn hemeltergende harteloosheid verbergt. Nee, die is niet gek. Wie een oude zak trouwt en hem dan open en bloot bedriegt, die is niet krankzinnig. Ik heb het gezien. Ik heb gezien hoe je haar kuste. Ja, ik heb haar gekust. Ja, lekker pur. Ja, de aarde die jullie nog draagt, die is krankzinnig. Wat een onzin. Nou, ik ben er ontrekeningsvatbaar. Natuurlijk praat ik dan onzin. Het is een hele oude ontoerekeningsvatbaar. Jij bent helemaal niet ontoerekeningsvatbaar. Je bent gewoon een zonderling, een clown, dat ben je. En vroeger beschouwde ik elke zonderling als een patiënt, als slachtoffer. Maar nu weet ik, het is de normale toestand van de mens om zonderling te zijn. Je bent dus volkomen normaal. Ik schaam me. Als jullie eens wisten hoe ik mij schaam. Die gloeiende schaamte, dat is met geen andere pijn te vergelijken. God, ik hou het niet uit. Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Niets. Maar geef me iets. Grote God, ik ben 47, stel ik word 60, heb ik nog 13 jaar. Dat is lang. Hoe kom ik die 13 jaar door? Wat moet ik ermee? Wat moet ik doen? Als je opnieuw zou kunnen beginnen in de tijd die er nog rest. Je hebt een frisse, stille ochtend, wakker worden en voelen. Dat je leven opnieuw is begonnen. Dat heel je verleden is vergeten. Echt. Ha. Een nieuw leven beginnen. Hoe moet ik beginnen? Waarmee moet ik beginnen? Draait! Draait! Wat zaan ik hier nou toch over een nieuw leven beginnen? Onze toestand die voor jou en mij is hopeloos. Ja? Ja, daar ben ik van overtuigd, ja. Maar geef me iets, ik sta in brand. Hou op jij! Mensen die 100 of 200 jaar na ons komen, zullen ons minachten. Omdat wij ons leven zo dom en smakeloos hebben verknoeid. Zij zullen misschien een manier vinden om gelukkig te zijn, maar wij, voor jou en mij, is er maar één hoop. Dat we, als we eenmaal in ons graf liggen, dromen zullen. Ja? Misschien zelfs mooie droom. Ah, oh, jongen, in deze hele streek waren twee fatsoenlijke, intelligente mensen, jij en ik. Maar in die 10 jaar tijd heeft dat burgerlijke, bekrompen leven ons te grazen genomen. Het heeft met zijn verpestende dampen ons bloed vergiftigd. En nu zijn we net zulke banale zakken als de rest. En nou verder geen gezeur, geef terug wat je van me hebt gepikt. Ik heb niks. Je hebt morfine uit mijn reisapotheek gehaald. Luister eens heel goed naar mijn beste vriend. Wil jij je vakant maken, ja? Ga dan het bos in. Schiet je voor je kop. Geef die morfine terug. Anders komen er praatjes en geruchten van. En dan denken ze nog dat ik het je gegeven heb. Het is al mooi zat dat ik je lijkschouwing zal moeten doen. Denk je soms dat dat zo interessant is? Sorry. Je oom heeft morfine uit mijn reisapotheek gehaald. Hij wil het niet teruggeven en zeg hem dat het onverstandig is. Ik had hier al lang weg moeten zijn. Ik heb geen tijd meer. Oom Wanje, heb jij die morfine? Ik weet het zeker. Geef terug. Waarom wil je ons zo bang maken? Geef terug, oom Wanje. Ik ben niet minder ongelukkig dan jij, denk ik, maar toch. Wanhoop ik niet. Ik accepteer het. En dat blijf ik doen totdat mijn leven vanzelf ophoudt. Accepteer jij het ook? Geef terug. Toe. Toe, lieve. Lieve, beste oom Wanja, toe. Lieverd, geef op nu. Je bent zo'n
Goeiert, dat kun je ons toch niet aandoen. Geef het terug. Accepteer het leven zoals het is. Accepteer het. Maar dan moeten we nu onmiddellijk aan het werk. Anders dan hou ik het niet uit. Dan hou ik het niet uit. Ja, we moeten weer aan het werk. Aan het werk. We zwaaien ze uit en we beginnen meteen. We lopen met alles achter. Ja, werken, werken. Ziezo, nou kan ik weg. Ben je hier iemand? Wij vertrekken zo. Wil je even naar Alexander gaan? Hij heeft iets te zeggen. Ga maar, oom Wanya. Mijn papa en jij, jullie moeten het bijleggen. Dat moet gewoon. Weg. Nu al. De wagen staat voor. Vaarwel dan. U heeft me vandaag beloofd dat u ook weg zou gaan. Weet ik. Ga zo. Bent u bang geworden? Is het echt zo erg? Ja. Blijf nou toch hier. Ik vraag het morgen bij de jonge bos aanplakken. Nee, alles staat vast. Daarom kan ik u nu dapper in de ogen kijken, omdat het zeker is dat ik wegga. Ik vraag u één ding. Denk niet slecht over mij. Ik zou graag willen dat u mij respecteert. Ja, maar blijf nou toch hier, ik vraag het u. Blijf hier, geef het gewoon toe. U hebt niets te doen op deze wereld. U hebt geen levensdoel. Er is niets waar u echt belangstelling voor hebt. En vroeg of laat zult u een keer moeten toegeven aan uw gevoelens. Dat kan niet anders. Nou toch veel liever niet in Kharkov of in Koersk. Nee, hier. Midden in de natuur. Dat heeft de mensen nog iets van poëzie. Zelfs de herfst is mooi hier. Hier hebben we jonge bossen, nieuwe bossen. Instortende oude landhuizen. Helemaal toe, Genjev. U bent zo grappig. Ik ben boos op u, maar ik zal met plezier aan u terugdenken. U bent interessant en origineel. We zien elkaar nooit terug, dus waarom zou ik er ook om liegen? Ik ben echt een beetje voor u gevallen. Laten we elkaar een hand geven. Als vrienden uit elkaar gaan. Denk niet slecht over mij. Ga maar weg. U wekt de indruk een goed mens te zijn, hè, met echte gevoelens. Tegelijk ligt er in hele wezen iets vreemds. Want u was nog maar amper hier met uw man. Iedereen die hier werkt, die probeerde iets te produceren. Moest zijn werken bij neergooien. Zich de hele zomer alleen maar bezighouden met de jicht van uw man en met u. Jullie hebben ons aangestoken met jullie niets doen. Ik werd er ook door meegesleept. Ik heb niets meer gedaan een maand lang. Er waren mensen ziek. Ja, ziek. De boeren lieten hun vega's in mijn bos, in mijn jonge aanplant. Waar u en uw man ook verschijnen, overal trekt u een spoor van vernietiging. Ja, natuurlijk, ik maak maar een grap. Maar het is zo vreemd. En ik ben er ook van overtuigd dat als u hier zou blijven, u zou een verschrikkelijke verwoesting aanrichten. Ik zou eraan kapot gaan, maar u zou er ook niet heel huids afkomen. Dus nee, ga maar. Finita la commedia. Dit potlood neem ik mee als aandenken. Het is toch zo vreemd, hè? Hebben we elkaar leren kennen. En zomaar opeens zullen we elkaar nooit meer zien. Maar goed, zo gaat het, hè, op deze wereld. Maar zolang we hier nog alleen zijn en Wanya nog niet binnenkomt met zijn boeket. Mag ik u dan een kus geven? Ten afscheid? Ja? Zo is het goed. Ik wens u het beste. Eén keer in mijn leven.
ik moet gaan. Ja, ga maar gauw. Als de wagen voor staat, ga dan meteen. Daar komen ze, geloof ik. Oh, finita! Wij laten het verleden rust. Na alles wat er in die paar uur gebeurd is, is er zoveel door mij heen gegaan. Over zoveel dingen nagedacht, dat ik, geloof ik, tot heil van het nageslacht wel een handleiding zou kunnen schrijven over hoe men dient te leven. Ik aanvaard je verontschuldigingen van ganser harte. En ik vraag jou, ook van mijn kant, om excuus. Vaarwel. Wat? Je blijft stipt hetzelfde ontvangen als altijd. Alles net als anders. Alexander. Mama. Laat weer eens een foto voor je maken. En stuur me die dan. Je weet hoeveel ik van je hou. Ja. Het gaat u goed. Professor Excellentie, vergeet ons niet. Vaarwel. Ik dank u wel voor uw aangenaam gezelschap. Ik heb respect voor uw denkwijze, enthousiasme, energie. Maar sta een oud man toe één opmerking toe te voegen aan zijn afscheidsgroet. Wij moeten iets te doen hebben. Jawel, beste mensen. Wij moeten iets te doen hebben. Het beste allemaal. Oh, neem me niet kwalijk. Oh, vergeef me. Vaarwel. We zien elkaar nooit meer. Vaarwel, vriend. Luister, ga je zeggen dat ik ook zo mijn wagen wil hebben? Zeker, beste vriend. Waarom ga je ze niet meer uitzwaaien? Nee, laat maar, dat breng ik niet op. Ik ben kapot. Je moet zo snel mogelijk iets om handen hebben. We zijn weg. De professor zal wel opgelucht zijn. Die zet hier voor geen goud meer een voet over de drempel. Ze zijn weg. Ze zijn weg. Kom op, we gaan weer aan het werk. Ja, ja. We hebben al zo lang niet meer samen aan deze tafel gezeten. Ja. Pennen zijn geloof ik helemaal opgedroogd. Ja. Toch vind ik het naar dat ze weg zijn. Ze zijn weg. We beginnen met de rekeningen, oom Wanja. Daar zijn we echt vreselijk mee achter. Vandaag kwam er alweer iemand om een rekening vragen, dus hup. Schrijf jij nummer 1, ik nummer 2. Ja. Factuurnummer aan de heer Stilte. De pennen krassen. Rekeltje tjeert. Het is warm en gezellig. Ik heb helemaal geen zin om weg te gaan. Ah, ja. Naar mijn wagen. Goed, dan zal ik afscheid
van jullie moeten nemen, beste vrienden. En ook van een tafel. En dan wegwezen. Maar waarom? Waarom zo'n haast? Ik blijf toch even zitten? Nee, dat kan niet. Waar is de voordeur? Ja, hier, neem jij deze vast mee. Voorzichtig met de tekenman. Komt in orde. Goed. Wanneer zien we u weer? Volgende zomer, denk ik. Van de winter zal het er niet van komen, maar als er iets is, moeten jullie het me laten weten. Natuurlijk, ik kom meteen. Bedankt voor alle gastvrijheid, alle hartelijkheid. Voor alles. Tot ziens, mijn oudje. Ga jij nou weg zonder thee? Ik heb geen trek in thee. Nee, jij krijgt een wodkatje. Ja, graag. Ik moet die wagen laten nakijken. Vanochtend leek er iets niet in orde met de wielen. Dan moet je de assen laten controleren. Ja, moet ik via de stad rijden. Het is niet anders. Daar in Afrika moet het nu heet zijn. Verschrikkelijk gewoon. Ja, waarschijnlijk, hè. Allee, op je gezondheid, dokkertje. Ja. Ja, lekker broodje erbij. Nee, hey, dank je, het is goed zo. Ha, kom, beste allemaal. Nee, blijf nou maar hier. Hè? Ik kom er wel uit. February 2 was 20 pond lijnzaadolie. 16 februari was weer 20 pond lijnzaadolie en boekweit. Hij is weg. Hij is weg. Dat is 25 of 30. Oh, God, vergeef ons onze zonde. Wat heb ik het moeilijk? Als jullie eens wisten hoe moeilijk ik het heb. Wat moeten we? Leven gaat toch verder. We zullen verder leven, oom Banja. We zullen een lange, lange reeks dagen en lange avonden door moeten. We zullen geduldig alles dragen wat het lot voor ons in petto heeft. We zullen werken voor anderen nu en tot we oud zijn zonder onszelf rust te gunnen. En als onze tijd gekomen is, dan zullen wij geduldig sterven. En daar, aan de andere kant van het graf, daar zullen wij zeggen dat we geleden hebben, dat we gehuild hebben, dat we het heel zwaar hebben gehad. En dan zal God zich over ons ontfermen en dan zullen wij samen, lieve oom, een heerlijk, stralend en nieuw leven zien. En dan zullen we blij zijn en op ons verdriet van nu terugkijken met een vertederde glimlach. En dan komt het goed, oom Banja. Daar geloof ik echt in. Met alles wat in me is, dan komt het goed. Arme oom Banja. Je huilt. Jij was geen vreugde in je leven, maar wacht, oom Banja. Wacht. Dan komt het goed. Dan komt alles goed. Dan komt alles goed.